Tromgeroffel! Want Tromgeroffel is uit! Ja, want je hebt namelijk een nieuwe game mode, Tromgeroffel. Of nou, eigenlijk is het een hele oude game mode die weer terug is. Maar het is wel ziek nice. Het is eigenlijk vrij simpel het concept. Iedereen begint met dezelfde knokker. En als je iemand anders killt, mag je een nieuwe knokker zijn. En wie uiteindelijk alle knokkers bij langs is gegaan als eerste, die heeft gewonnen. Ziek nice! Ik vind het echt een hele leuke game mode. Je kan er niet echt trofeeën mee winnen, maar het is gewoon heel erg leuk om te spelen. Dus dat vind ik al heel erg nice. Je hebt ook een spiegelgevecht. En dan ben je allemaal dezelfde knokker. Dus dat is ook erg leuk. Maar ik vind Tromgeroffel eigenlijk veel nicer. Maar het spiegelgevecht gaan we zo meteen ook even een potje doen. Maar ik ga voornamelijk kijken of ik iedereen kan slopen in Tromgeroffel. En als me lukt om een potje te winnen, dan mag ik gewoon even wat megadozen openen. Wat zullen we dan doen? Ja, ik weet het goed gemaakt. 5 megadozen als ik een potje weet te winnen hier in Tromgeroffel. Dus als ik eerste word, mag ik dat kopen, die 5 megadozen. Daar heb ik 3 potjes de tijd voor. Dus ik ben benieuwd of dat gaat lukken. Maar voordat we gaan beginnen, doe allemaal een duimpje omhoog. 2000 likes, heel nice zijn als dat gaat lukken. En vergeet ook niet te abonneren en op dat belletje te drukken. Blijf jij op de hoogte van al mijn video's. En gebruik natuurlijk die code BOUNCE in de shop als je dat nog niet doet. Ik denk dat de meesten het al doen. Dus dikke shout-out naar jou als je natuurlijk de code BOUNCE gebruikt. Maar laten we maar beginnen. En dan gaan we eens kijken of wij iedereen kunnen slopen. Je ziet daarboven in de balk, zie je al dat je begint met een Colt. Daarna Mortis, dan Dynamite en dan Spike en dan El Primo. Dus op die manier gaat het eigenlijk. Even kijken of we jou kunnen hebben. Dat waren al een paar mooie hits. Dus dat is lekker. Ja, dat waren weer een paar mooie hits. En eens kijken of ik jou nu door kan pakken. Ja, mooi! Oké, dan ben ik nu Mortis. Ik kwam er trouwens achter dat Dynamite, dat is eigenlijk de lastigste om te pakken. Ik kan even kijken of ik jou kan hebben. En kom hier dan. Oh shit, dat was niet zo heel tactisch. Maar als je helemaal Dynamite bent, dan is het echt lastig om zeg maar te fixen. Ik kan even kijken. Oh, hier is een Colt. Die gaat mij denk ik nu killen. En dan kan ik al beter mijzelf laten killen door die Colt. Maar Dynamite is echt ver weg de moeilijkste om zeg maar doorheen te komen. Colt valt wel mee, want je hebt best... Of nee, Mortis valt wel mee. Want je hebt best wel veel Colts en Dynamites rondlopen die je vrij makkelijk kan hebben. Alleen andere Mortissen zijn irritant. Maar we kunnen even kijken of wij hier iemand kunnen hebben. Als jullie nou met elkaar gaan vechten, dat zal mooi zijn. Daar kan ik er mee vandoor. Oeh, die Dynamite die deed daar best wel wat damage. Maar kijk, Dynamite die kunnen we in principe vrij makkelijk hebben. En ik kan hier nu eventjes weggaan. En dan wil ik even ervoor zorgen dat hij mij niet kan killen. Ah, dan is dat toch gebeurd. Oké, okay. Het gaat nog niet al te lekker. Ik heb ook een beetje lag. Maar ik zie dat er wel vrij veel Dynamites ondertussen zijn. Dus die moeten we in principe wel kunnen hebben als Mortis zijnde. Even kijken of dat gaat lukken hier zo. Ja, hier is een Dynamite. Dan moet ik natuurlijk wel in de buurt kunnen komen. Ja, oké, okay, die heb ik. Nice, dan ben ik nu zelf ook Dynamite. Trouwens, je hebt allemaal Dynamite Jump erbij. We kunnen even kijken of we die El Primo kunnen hebben. Dat zou mooi zijn. Ik ga nu dood. Ja, ik wou net zeggen, die andere Dynamite die pakte mij. Ja, ik begon dit potje vrij lekker. Vrij snel een kill. Maar daarna ben ik wel iets achtergeraakt. Maar het kan natuurlijk altijd nog goed komen. Oh, daar is een Poco. Kunnen eens kijken of we die Poco kunnen hebben. En gaat dat lukken? Ah, no! Oké, hij heeft nu... Oh, ik heb wel weer mijn super. Maar wel balen dat we die Poco net niet hebben. Kunnen we die wel hebben? Ja, mooi. Oké, dan ben ik nu Spike. Dus dan zijn we in ieder geval weer eentje verder. Ik denk niet dat ik dit nog ga winnen. Maar je weet het nooit. Ik had laatst ook een potje. Toen ging ik heel slecht. En toen op het eind kreeg ik in één keer een paar kills. En toen ging ik echt, ja, alsnog heel goed. En kon ik alsnog bijna winnen. Dus dat zou wel nice zijn als dat nu weer gaat gebeuren. Kunnen even kijken of we die Dynamite kunnen hebben. Nee, dat lukt niet. Dus dan is hij ook doorgegaan naar Spike. We staan nu zesde. Kom op, Joran. Ik moet winnen. Oeh, hier gaan bijna mensen winnen. Oké, dit is mooi. En dan ben ik in ieder geval iets verder. Dan even kijken of we die El Primo kunnen hebben. Of die Spike, dat zou ook mooi zijn. En die Poco, oh nice, kijk. Ik zei toch, je kan toch uiteindelijk toch wel winnen. Het kan in één keer heel snel gaan. We kunnen even kijken of we hier nog een kill kunnen hebben. Oh no. Als ik met Frankie wat had gekild, dan had ik gewoon nog gewonnen. We zijn uiteindelijk derde geworden. Oh, dat is jammer. We hebben nog wel een dagelijkse starter op erbij. Nou, dat is mooi meegenomen. We hebben nog 2 potjes. Als ik één van deze potjes dan alsnog eerste word, mag ik alsnog die 5 megadozen kopen. Oh, maar dat was wel echt een close call. Dat was echt close call. Maar eens kijken of dit potje beter gaat en of we nu wel eerste kunnen worden. Die 5 megadozen zal echt heel nice zijn. En anders weet ik het leuk gemaakt. Mocht ik het niet halen, mag ik 1 potje klassiek doen. Moet hier even uitkijken.
En oké, ik ben al dood. Maar als we het niet halen, mag ik 1 potje klassiek doen. En als we dan winnen, mag ik alsnog 2 megadozen openen. Dus dan hebben we een soort van troostprijs. Dat zou wel nice zijn. Even kijken of ik die Mortis kan hebben. En waar is die? Ah, jongen. Ik lek echt. Niet dat ik hem anders had gekild, maar het lekt wel het spel. Ik denk dat op dit moment zoveel mensen Brawl Stars spelen, omdat deze game mode net uit is gekomen, dat het spel daarom gewoon een beetje lekt. Maar ik ga nog niet heel lekker, om eerlijk te zijn. En helemaal als je in het begin gewoon een beetje achterloopt, dan is dat gewoon heel frustrerend. Oh, nu kan ik hem hebben. Ja, mooi. Dan kan ik nu even kijken of ik jou kan hebben. Dat gaat ook wel lukken. Even kijken. Ja, mooi. Dus die hebben we ook. Ah, kijk. Dan heb ik toch even een mooie comeback. Nu moet ik trouwens hier even uitkijken. Even kijken of ik hier misschien nu een kill kan maken. Oh, dat scheelde niet veel. Even kijken of dat nog gaat lukken. Nee. Oh, dan word ik gekild. Oké, dat is jammer. Die is nu al spike, joh. Maar ik ga in principe redelijk. Het is niet dat ik heel ver achterloop. Ik zie dat daar El Primo is. Maar dat is ook de nummer 1. Dus de nummer 1 zit nu bij El Primo. En daar loop ik wel iets op achter. Maar als je eenmaal spike bent, dan gaat het ook wel weer redelijk vlot. Even kijken of we die dynamite kunnen hebben. Dat zou mooi zijn. Ah, no. Oké. Dat is het jammere. Dan probeer je op de ene te focussen, maar ondertussen valt iemand anders je aan. Dus dat is een beetje behalend. Dan ben ik nog steeds dynamite. En dan loop ik nu wel een beetje achter de feiten aan. Kom op. Ik moet nu even snel iemand zien te killen. Want anders ga ik dit niet meer winnen. Nee. Oh, ondertussen is er hier al iemand Frank. Oké, hier is Frank. Even kijken of we die kunnen hebben misschien. Dat zou mooi zijn. Oh, daar is ook een spike. Even kijken of we die kunnen hebben. En dat gaat niet helemaal goed. Oh, ik had hem anders nog gekild. Maar het is niet gelukt. Oké, dit potje ging echt helemaal niet goed. We hebben nog 1 kans. En anders heb ik gewoon dikke vette pech gehad. Ja, dan is het gewoon mij niet gegund. Oké, kijken of het laatste potje mij dan uiteindelijk nog een beetje kan redden. Ik kwam 1 potje, kwam ik als derde. Dus dat is redelijk. Even kijken of we jou kunnen hebben. Ah, die lag weer. Maar ik denk dat de rest ook last heeft van die lag, om eerlijk te zijn. Oh, dan ga ik alsnog dood. No, dan beginnen we gewoon weer niet goed. Dat is stom. Ik dacht dat ik hier iemand zag. Zit daar iemand? Ja, er zit inderdaad iemand. Er zit een Mortis. Oké, ja, die lag is wel echt irritant. Oké, die Mortis die gaat daar denk ik nu een duel aan met die andere Mortis. Of niet? En even kijken. Wat gaat hier gebeuren? Kan ik die hebben? Ja, mooi. Oké, dan heb ik in ieder geval Mortis nu te pakken. Dan valt het nog mee hoeveel ik achter de feiten aanloop. Even kijken of ik hier misschien wat kan uitrichten. Zou mooi zijn. Even kijken. En heb ik hem? Ja, mooi. Dat is zeker mooi. Dan heb ik nu Dynamite. Eens kijken of ik die kan hebben. Ja! Een beetje mazzel, maar dat moet je soms hebben. Oké, eens kijken of ik die Colt nu kan hebben in een 1 versus 1. Ah, dan moet er niet de Colt vanaf ook de andere kant komen. Dat is een beetje stom. Oké, even kijken of ik jou kan hebben. Ah, nee! Oké, dat is balen. Die Dynamite is nu ook spike. Maar ik sta in ieder geval in de top. Ik sta in de top. Als ik nu snel nog een kill weet te maken en naar El Primo kan gaan, dan zou dit misschien nog kunnen lukken. Ah, er is ondertussen... Oh, even Spike heeft de Spike gekillt. Dus er is nu al 1 El Primo. Nou, dat is goed om te weten. Moet ik kijken of ik jou kan pakken. Dat zou mooi zijn. En heb ik hem? Ja, nice. Oké, dat betekent dat ik nu El Primo ben. Eens kijken of ik die Dynamite kan hebben. Ik ga nu wel bijna dood. Ik ga dood. Maar dan heb ik in ieder geval bijna mijn super. Ja, dat scheelt. Ah, ik moet even snel door El Primo heen. Maar ik moet eigenlijk eerst mijn super krijgen voordat ik dicht bij spelers kan komen. Ik ben nu al wel redelijk dichtbij mijn super. Dus dat is mooi. Oh, die kan ik wel hebben. Ja, en dan kan ik nu mijn super inzetten. Oh, ik was Paco. Oh ja, dan ben je natuurlijk weer een andere knokker. Dat was niet heel tactisch dat ik meteen mijn super inzette met Paco. Maar ik sta eerste. Oh, er is 1 andere Paco nu. Oh nee, er is daar al Frank. Nee! Ik zag hem daar die andere killen. No! En dan zijn we tweede geworden. Oh man. Oké, dit is wel behalend. Nou, dat was in ieder geval wel superleuk. Ik vind deze game mode echt leuk. Maar ik heb niet binnen 3 games een nummer 1 plek gehaald. Maar ik weet het leuk gemaakt. Ik doe 1 keer een spiegelgevecht. Als ik die win, mag ik toch nog 2 megadozen openen. Dus dan doen we 1 bonus game. En dan hebben we toch misschien nog een leuke afsluiter van deze video. Zou wel nice zijn als dat gaat lukken. En je krijgt dus nu allemaal een random knokker. Nou ja, iedereen is wel dezelfde. Maar iedereen is dus nu Rico. Dit wordt echt 1 grote chaos. 1 groot Rico gevecht. Ben ik heel benieuwd of wij kunnen winnen als team zijnde. Dat zou nice zijn als dat gaat lukken. Want wij krijgen namelijk... 2 megadozen als dat gaat lukken. Even kijken of we die Rico hier kunnen hebben. Ja, dan deed ik mooi wat damage. Ja, ik heb hem. Oké, dat is mooi. Ik ging wel bijna dood.
Dat is minder. Even kijken of die Rico daar kunnen hebben. Oh nee, dat ging niet helemaal goed. En ik ga daar ook dood. Oké. We hebben wel even een comeback nodig. Ik ga even kijken of ik hier mijn super in kan zetten. Of ik hem dan kan hebben. En oké, uiteindelijk is hij daar dood. Maar dat ging niet heel goed. Oké, daar is nog een kill. Dus dat is lekker. Alleen daar heeft die Rico weer een kill erbij. Kan ik even kijken of ik hem kan pakken. Dat zou mooi zijn. Even hier die Rico pakken. En het is al voorbij. No, dit ging echt snel. Oké, ik krijg nog één bonus. Dat wordt echt de laatste game. Eén bonus voor nog twee megadozen. En anders heb ik echt dikke vette pech gehad. Nu is echt mijn laatste kans. Die van net was eigenlijk al een bonus. Nu echt helemaal. Weer allemaal Rico's. Oké, eens kijken of mijn team nu wel weet te winnen. Zou mooi zijn. Echt als aller laatste game. Hierna mag ik echt niet meer spelen. Ik had mezelf net al eigenlijk een kans weer gegeven. Hier zit niemand. Oh, hier zit wel iemand. Oké, dat had ik niet helemaal door. Maar die heb ik wel gepakt. Dus dat is mooi. Eens kijken of ik jou kan pakken. Even mijn super aanzetten. En dan heb ik hem in ieder geval kunnen killen daar. Dus dat is lekker. Heb ik nu twee kills. Als mijn teammates ook een paar kills kunnen maken. Dat zou lekker zijn. Even hier helpen. Oké, mooi. Dat was fijn. Dat jij hem te pakken hebt gekregen. En dan even kijken of we hier wat damage kunnen doen. Oh, dat is ook mooi. Ik moet wel even zorgen dat ik levens erbij ga krijgen. En dat wou ik doen. Alleen ga ik nu dood. Oh, nice. Dat is mooi. Daar heeft mijn teammate weer een kill kunnen maken. Even kijken of ik hier kan helpen. Ja, die kan ik hebben, denk ik. En, dan ga ik nog dood ook nog. No, ik dacht, ik moet die proberen te pakken. Maar dat is helaas niet gelukt. Oké, dat betekent dat er eigenlijk bij ons vanaf nu niemand dood meer mag gaan. En dan gaan we weer dood. Het is mij niet gegund. Ik mag het niet. Ik mag geen megadoos kopen vandaag. Ik heb trouwens al heel veel megadoos gekocht. Dus misschien is dit ook gewoon voor Brawl Stars de manier om mij te beschermen. Dat ik niet meer megadoos koop. Ik ben het best. Ik heb gewoon verloren. En daar moet ik dan maar mee dealen. Ik bedank jullie voor het kijken. En heb ik tenslotte nog mening te zeggen. Dus natuurlijk, ik zie jullie later, bazen. Heb jij ook zo donders genoten van deze video? Dan vind je de video die hier komt te staan waarschijnlijk ook wel leuk. Dus zeker weten even checken uit. En abonneer. Dan blijf je natuurlijk op de hoogte van al mijn video's. Dan word je lid van de Bowser Army. Doe hè!